Goedenavond. Steeds meer gemeenten maken openbare plekken als schoolpleinen, sportverenigingen en gezondheidscentra rookvrij. Ruim 100 gemeenten zijn op dit moment bezig om het roken daar tegen te gaan. Het gaat dan vooral om plekken waar veel kinderen komen. Opvallend is dat het initiatief hiervoor vaak van burgers zelf komt. Bordjes tegen roken rondom dit speelplein in Hilversum. En 5 jonge meiden uit de buurt hebben gezorgd dat die er kwamen. Toen hadden we het idee dat hier heel veel beukjes lagen. En hier rookten ook mensen. En het is een beetje vies. Het is niet goed voor hun gezondheid en ook niet goed voor onze gezondheid. En wij vinden het niet leuk als wij gaan spelen met die rooklucht om ons heen. En dus is dit nu een rookvrije speeltuin. En we zien het op steeds meer plekken gebeuren. Inmiddels hebben 100 gemeenten rookvrije plekken aangewezen. Vaak zijn het kinderboerderijen, speeltuinen, sportclubs en schoolpleinen. Maar soms zelfs hele stads- of dorpspleinen. Hier in Amstelveen staan de bordjes buiten de biep, ook op initiatief van een burger. De voorvechters van rookvrij.